mogen Nederlanders van Surinaamse komaf in Nederland stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen aanstaande woensdag? Of weten de meeste mensen het nog niet en zijn ze nog zoekende? Vroeger was de Partij van de Arbeid favoriet, maar met de komst van nieuwe partijen zoals 50PLUS, Denk, Artikel 1 en Forum voor Democratie, waarin ook Nederlanders met Surinaamse roots vertegenwoordigd zijn, veranderde de keuze wellicht. In deze editie van de serie over Surinamers en de verkiezingen, de mening van gewone burgers, maar ook van de PvdA Tweede Kamerkandidaten Peggy Weentuin en Reshma Roepram, in een bijdrage van verslaggever Sam Jones. Mevrouw Weentuin en mevrouw Roepram, u maakt de mensen wel moeilijk. Allebei van de Partij van de Arbeid, op wie moeten ze nou stemmen? Ze moeten vooral op degene stemmen die ook vertrouwen geeft. Het idee van, want het geluid, ons geluid, is inderdaad hetzelfde geluid. Maar degene in wie je het meest herkent, zou ik dan maar zeggen. U bent nummer 62, u bent nummer 26. De keuze is snel gemaakt. Het belangrijkste is dat de Partij van de Arbeid groot wordt na 15 maart, zodat we een vuist kunnen maken tegen alles wat rechts is en met name het rechtse geluid van de PVV. En daar hebben we een sterke PvdA voor nodig. En of nou Peggy of ik ben, als we er allebei in komen, dan kunnen we echt zijn poepje laten ruiken. Op wie gaat u stemmen? Artikel 1. En wie van artikel 1? Zielvader. Simon. Ik stem SP. SP? Ja. En zit daar ook een Surinamer of bent u niet per se van ik moet Surinamer? Het Surinamer zijn vind ik minder interessant. Ik vind wel goed dat de Surinamers en andere mensen als voorbeeldfunctie in hogere functies komen. Dat de jeugd ziet, wij kunnen er ook. We zijn niet alleen maar die, zeg maar, de onderklasse. Maar u heeft het niet nodig. Politiek, om standpunten enzovoort, dan vind ik dat de SP tot nog toe meer mijn overtuiging benadert. Heeft u altijd de SP gestemd? Sinds de SP opkomst heeft, de laatste paar verkiezingen wel, ja. En u dan, waarom stemt u eigenlijk op Sylvana? Omdat Sylvana mij momenteel aanspreekt. Ik heb in het verleden altijd voor Partij van de Arbeid gestemd. Maar Partij van de Arbeid is geen Partij van de Arbeid meer van vroeger. Je kan alleen teleurgesteld zijn als je bepaalde verwachtingen hebt. En ik, in de tientallen jaren dat ik hier woon, heeft de Partij van de Arbeid nooit waargemaakt wat ze zeggen. Integendeel, het is een soort van baantjesfabriek. Je gaat van de vakbond of een andere publieke instelling, ga je de politiek in. En na de politiek heb je hele mooie banen en commissariaten en verdien je gigantisch veel. En de meeste afbraak in de sociale samenleving die er is, is begonnen bijvoorbeeld onder Kok. Ook recent. Wie heeft de zorg zo vernacheld voor ouderen? Meneer Van Rijn. Met andere woorden, de nieuwe partijen doen het goed. Ja, wat zegt ja. U van Yirnas Ramadasi? Ik ken hem persoonlijk niet. Was hij vanavond hier? Ja, hij ging behoorlijk tekeer. Oh, hij ging zo tekeer. Heel goed, fel. Hij was fel, maar dat is die man's emotie. En zo doet hij dat. En dan moet je hem ook in zijn waarde laten, toch? Ja, je moet hem omschrijven als een imbecil. Ik persoonlijk op persoonlijke titel. Zou u op hem stemmen? Dat weet ik nog niet. Dat is echt van mij als ik hem moet stemmen. Ze geeft het niet prijs. Ik volg op dit moment eigenlijk elk debat wat op tv komt. Van die mevrouw Roepram dan? Die staat best wel hoog, Partij van de Arbeid. Nou, er waren een aantal punten waar ik me in kon vinden, maar niet alles. Waarin dan niet? Kan ik zo niet meer 1, 2, 3, 8 voor de geest meer halen. Dus zou ik meer moeten gaan inlezen. Maar ik ben nog zoekende. Dit was een reportage van Sam Jones in de serie Surinamers en de verkiezingen in Nederland.